Want je weet natuurlijk als muzikus heel goed dat je je vrij moet voelen in je spel. Maar nou ja, soms om een of andere reden raak je dat gevoel een beetje kwijt. En dan zit je iets te veel in een harnas van heel perfect willen spelen. Of dat je je zorgen maakt over een bepaalde passage. En Gordon's invloed kan dan heel bevrijdend werken. Want hij daagt je uit om te zoeken naar een bepaalde kleur of naar een nieuwe sfeer. En dan, dan ontstaat er een energie vanuit zijn wens waar je dan zo in mee kunt gaan.